om een Guiche Lorraine te maken. Guga, ik herhaal. Wat zijn naast eitjes, kaas en wat kruiden de vier andere ingrediënten van een klassieke Guiche Lorraine? Goh, melk, room, spek, prei. Ja. De Guiche Lorraine. Nee, look, nee. Bloem. Nee. Stop. Nee. De quiche is nog niet klaar. Charlotte. Bladerdeeg. Bladerdeeg, inderdaad. Ja. Jullie veel quiche? Ik heb dat heel graag. Terus? Maar ik ben ook een quiche-master, ben ik ook. Ja. Zoiets. En alleen een bepaalde quiche, of ben je niet quichekeurig? We gaan naar vraag 2. Die is voor Jacques Cot. Wordt de vraag van Herman Verbrugge of Alex Wiesorek? Alex. Alex, hier is hij. Bonjour, ik ben Alex Wiesorek en ik ben heel content dat er nog eens een Franstalige Belg op de Vlaamse televisie verschijnt. Persoonlijk vind ik dat het te weinig gebeurt en er zijn veel interessante bekende walen. Sandra Kim, Christophe de Borsu, te veel om op te sommen. En er is zelfs een Italiaanse waal. Wat weet je over Elio Di Rupo? Wat weet je over Elio Di Rupo, Jacot? PS, burgemeester van Bergen, is minister-president geweest. Dat is misschien nu nog, ja. Van de Waalse regering, maar ook eerste minister geweest van... Premier ook, ja. En een burgemeester van Bergen. Ja, dat zoeken we niet. Heeft een rode speedo, waarin hij soms verschijnt. Wat is een rood strikje? Ja, strikje is ook goed. Vind ik dat. En die speedo, ja, dat weet ik niet, verschijnt in jouw dromen dan in een speedo? Ja, ik vind het gek dat ik eerst aan zijn speedo dacht. Ja, en dat was al die winter, dat is ja, dat is maar daar is wel een dingen, daar is een foto, toch? Oh, dat is bij heel En hij is premier geweest en hij is ook nu nog minister-president van de Waalse regering. En hij is burgemeester geweest van Bergen van Mons. En we gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Die is voor Charlotte, wordt de vraag van Herman Verbrugge. Hallo allemaal, mijn naam is Herman Verbrugge. Acteur, maar vooral... En in de eerste plaats, vader. En ik weet het, ik verwen mijn kinderen soms wel eens wat te veel, maar ik wil vooral dat ze op materieel vlak niets, maar dan ook niets, tekort komen. Papa, mijn tandenborstel is kapot. Hoi? Ah ja, Abel, ik ben blij dat je dat zelf komt zeggen, echt waar. Zie eens, je krijgt er van mij een nieuwe. En je weet het, zeer goed poetsen, hè? Belangrijkste. Allee. Ja, allee zeg, wat voor vader zou ik nu zijn, mocht ik mijn dochters laten poetsen met een slechte tandenborstel. Ja, vader, de mooiste rol die ik ooit heb mogen spelen. Maar wat weten jullie trouwens over de vader van Kenji en Shania? Wat weet je over de papa van Kenji en Shania, Charlotte? Sam Goris, ja. Kelly Pfaff, ja. Laat het gras maar groeien. Ja. Van waar komt een dine? Leuven? Wat? Leuven? Nee, niet van Leuven. Ja. Nee, stop. Goega. Mozen, Bamechelen. Ja, zoeken we niet. Niet juist een brasschaat. Zoek niet. Sam Goris, de zanger, hè. Ja, de zanger. Dat vergat ik te zeggen, Charlotte, kan gebeuren. Opnieuw een fantastische imitatie. Is hij de persoon die het liefste imiteert? Nee, dat is nu toevallig eigenlijk. Maar op dit moment ben ik op tour met Jonas van Tillen en ze weet het Urbanus na te doen. Dus eigenlijk op dit moment, wat is dat Urbanus? Maar ja, wat kan ik hier gaan doen? Ook weet ik niet zoveel. Dus als er geen mop komt, moet ik dat ook niet doen. Dus zwijg ik liever. Sorry, ik vind je echt ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Kun jij Nederlanders imiteren eigenlijk? Ja, sommige. Kun jij Jan Jaap imiteren eigenlijk? Nee, ik doe dat niet graag op commando. En zeker niet als, nee, er als hij erbij zit. Ja, dan niet. Maar je moet! Nee. Dan kies ik toch eerder voor Bart!
einde van deze ronde. We gaan kijken naar de stand. 126 voor Guga, 138 voor Charlotte. En aan de leiding met 140 seconden, Jacob Brokken. Laat het puzzel plezier maar groeien. Doe je basketsloefjes aan, want jullie kennen het systeem. Er zijn liefst 30 seconden te winnen per goed antwoord. Guga, hier komt de eerste puzzel. Wind. Ja. Karamellenversen. Zo. Nee. Op die. Oké, nu. Mist. Ja. Wind, mist. Rijn. Ja. Heel goed gevoegd. Sterk in uw vaak in gedichten. Lijm, zwijm, slijm, pruim, pluim, duim. En dan Earth, Wind and Fire. Geweldige groepen. Ik weet niet of ze nu nog actief zijn. Vond ze, ja. Do you remember 21st night of September? En vooral dance. Oh, fuck. Fuck you, Manella. Kun jij dus, hoe zing je dat? Just, dance. Fuck you, Manella. Nou, tot dit keer. En dan Wervelwind en Candle in the Wind, de hit van Elton John. En dan Je kan het laten, ja, dat is een windje. Hè. Nog een tip voor de kindjes thuis, nooit met een windje een candle uitblazen. Hè. Ja, maar, nee, dat is gevaarlijk, is gevaarlijk. Hè. Kun je dat uitleggen, Jacob, waarom dat gevaarlijk is? Ja, er zit een beetje methaan en van alles klopt, in je scheten en dat kan de... Ja. Ja, het was toch vroeger, ik weet niet, toen ik 10 was of zo, of 12 misschien, iets ouder, was dat de trend om mij... Met een aansteker in de buurt van uw poep. En dan met uw benen omhoog. Ik ga het niet noemen, maar... En dan op het juiste moment een scheet laten. En dan een keer zo... Wow. Dan... Ik heb dat nooit gedaan. Nee, maar... En toen zijn ze jou jacuzzi gaan noemen. Dat is wel net. En dan Frito Misto, dan een optimist. Nou, schud, optimisten. Die leven gemiddeld 9 jaar langer dan pessimisten. Dat staat op mijn kaartje. En dan Gorillaz in de Mist, een boek en een film. En Mr. Vain, goed nummer. Ja, kunnen we eens luisteren? Ah. Maar gewoon verder met de quiz, hè? Ja. En dan brengt ons bij de volgende puzzel. Die is voor Charlotte. Erik is het. Linde Merkpoel is het. Je rijmt op Jamie, niet scherp. Jan Jaap is het niet. Een laars. Een bedrag chat roulette. Betaal je aan je verzekering een premie? Premie, zeer goed. Niet scherp. 2 letters. Erik is het. Van gemeen. Een laars. Een laars. Een lappen? Nee. Nederlander? Een Vlaan. Linde Merkpoel. 2 letters, niet scherp. Chat. Een laars. Ik zie het niet. Een bot. Bot, zeer goed. Ja. Jan Jaap is het niet. Erik is het. Linde Merkel is het. 2 letters. Erik, Linde. 2 letters. Ik zie het niet. Stop. Je stopt naar de beurt naar de Jacot. Een BV? BV, ja, inderdaad. Ja. Jan Jaap is het niet, omdat hij een BN'er is, een bekende Nederlander. Maar voor de rest ben je moedig blijven zoeken en heb je toch nog 2 antwoorden gevonden. Ik zag wel dat Charlotte er in de war van was, want ik ben inmiddels gewoon Vlaming, Erik. Ik heb ook geen gezinspolis, nog niet. Dus ik kwam bij mijn verzekeringsagent en die zei, je moet nog een gezinspolis. Ja. Dus dan kan ik, of leden uit mijn gezin, inclusief een huisdier, wat ik nog niet heb, kan schade aanrichten. Ja. En dat wordt dan vergoed. Ja. Aan een familiaal, als dat maar zeggen. Een familiaal, ja. En, dat, ja, toch? Ja, familiaal, ja. Die man die zei tegen mij, zeg maar, die zei, je kan tot 100 miljoen euro schade aanrichten. Dus ik zoek nog een huisdier die dat kan. maar ik zei, dat is een krankzinnig bedrag. En toen zei hij, nou, als je bijvoorbeeld een bus aanrijdt waar allemaal talentvolle artsen in de opleiding in zitten, die allemaal overlijden,
En daardoor lopen ze allemaal die carrière mis. Dan kom je aan de 100 miljoen. Dat is toch ongelooflijk? En, zeg, en als ik de spelers ik wist van Anderlecht aanrijd, dan zeg ik, nou, dan heb je nog 90 miljoen over. Het is 100 miljoen. En dan ben ik ons bij de laatste puzzel. En die is voor Jacot. Belangrijk voor LGBTQ mensen, Carlos, Brigitte, elektrische stap, step. Step, zeer goed. Geen oordeel of discriminatie. Raymond houdt van haar. Sharapova. Veilige omgeving, ja, safe space. Safe space, heel goed. En laatste? Carla Sharapova. Maria? Ja. Ja. Dat was even zoeken, maar je vond alles safe space voor LGBTI+ mensen. Veilige omgeving, Engelse term, geen oordeel of discriminatie. Dan Step Up is een dansfilm met Channing Tatum. One Small Step for Man. Hoe gaat het verder? Weet je nog? One giant leap for mankind. Zeer goed. Engels voor stap en elektrische steps zijn heel populair. Vind je ze leuk, Jacot, steps? Oh, een beetje irritant. Ik gebruik het zelf niet, maar ik zie ik soms gastjes van 10, 12 jaar daarmee rondrijden en denk ik, pak toch eens een fiets. Ja. Op wilde sletsen zo op een step rond. Ja, absoluut. Als je kunt trappen, trapt. Ja. Op een fiets. Ja, absoluut. Ja. En dan Maria van Jezus, Maria Callas, Griekse sopraan. En Maria Sharapova, de tennisspeelster. En Raymond van het Groen, het houdt van haar. Hij zingt over haar. Maria, Maria, ik hou van jou. En dat brengt ons bij het einde van deze ronde. Guga staat op 197, Charlotte op 146. En aan de leiding met 221 seconden, Jacot Brokken. Boogie Wonderland. En step up in de fotoronde en zeg botweg wie of wat je ziet. Want dit is een safe space en per juiste antwoord verdien je een premie van 15 seconden. Charlotte, de eerste fotoronde is voor jou. Vlekken? Ja, maar... Ik weet niet dat ze het past. Nee. Ik weet niet dat hij het noemt. Pas. Nee. Titus de Voogd? Zeer goed. Nee, pas. Nee. Van Geel? Ja, zeer goed. Pas. Pas. Nee, je past. Pas. Oei. Geen idee. Nou. Pas. Nee, je past. Geen idee, pas. Oei, dat is verrassend. 2 op 10, blijven nog 8 over. Koega. Sven de Ridder. Ja. Peter van den Begin. Ja. Maaike Kafmeijer. Ja. Andrea Kronenbergs. Ja. Andy Peelman. Kevin Janssens. Stop. Ja, dat is goed aangevuld. Nog 2 te gaan, Jacob. Maaike Kafmeijer. Is gezegd. Jan de Tavernier. Ja, klopt. Ja. Pas. Nee. BV's zullen het agententekort wel oplossen. Maar allemaal TVB-agenten eigenlijk. Hè. Andrea Kronenbergs van Flikken. Andy Peelman speelde Koen Bates in de buurtpolitie. En dat is de enige uit de fotoreeks die eigenlijk ook echt politieagent is. En de linkse ken ik niet. Dan Titus de Voogd speelt een agent in Beau Séjour. Jeroen Leenaerts speelt mee in Thuis. Jonas van Geel, patrouille Linkeroever. Jan de Tavernier, ook de buurtpolitie. Maaike Kafmeijer speelt Chantal. In Eigen Kweek en in Chantal. Sven de Ridder speelde een politieman in Cordon. Kevin Janssens ziet er hier een beetje anders uit dan we normaal gewend zijn. In Patrouille Linkeroever. En Peter van den Begin speelde in Eigen Kweek een politiecommissaris. Nee, de politie, onze vriend. De politieagenten kunnen zijn, Jacot? Nee, ik denk dat echt niet. Nee. Nee, ik ben... Als het nou echt erg zijn, moest ik politieagent zijn. Want ik pas mij heel hard aan mijn omgeving. Ja. Dus moest ik drugsdealers moeten oppakken, dan zou ik ook drugs beginnen. Ja, dat is... Je zou heel goed bij de politie kunnen. Ja. Nee, wat bedoel je met die omgeving? Heb je dat nu? Of... Ja, ik ben echt een spons daarin. Dat ik het ook zo accenten begin over te nemen. Kan jij dan wel een Hollander nadoen? Oh ja, tuurlijk. Nou, Jan Jaap. Ik weet niet of het goed is, maar ik kan wel proberen. Ja, dat is toch misschien. Ja, nee, maar ik van wat zij doet, vind ik echt heel goed. Dat is de Mark Marie Huber. Ja, maar
uitzending meer, maar ik heb toen daar gezeten. En toen maakte ik ook grapjes en zo. Met huidflapjes en alles erop en eraan, hoor. Nee, toch? Ja, toch? Ja, ja, ja. We gaan naar de volgende fotoronde en die is voor Jacot. Zwangere Guy. Ja. Slons die van ons. Ja. Coeli. Ja. Nicki Minaj. Ja. Brihang. Ja. Dat is 50 Cent. Ja. Oei, wie is dat? Pas. Is dat... fuck. Doja Cat. Ja. En dat is pas. Ja. Flip Collier. 8 op 10, zeer goed gespeeld en zeer snel. Sterke speler. Charlotte mag wel aanvullen. Romeo Elvis. Ja. En wat was dat van die andere aflevering? Lojan, Lolan, Lojan. Noah Lang. Nee, dat is hem niet. Nee, lijkt erop, lijkt erop. Ik snap wat je wil zeggen. Goeie. Heel kleine. Ja, heel kleine. Nieuwe Kidnet rappers, maar niet echt natuurlijk. Oh nee? Nee. Oh. Ja, jammer. Jan-Jaap, Kidnet rappers, zou het iets voor jou zijn? Nee, het is toch een toon. Ja, hey, wat leuk dat jullie allemaal kijken. Dat is, ja. Dat is het toch een beetje. Ja, 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 nee, dat zou ik, nee. Nee. Ik ben blij dat ik hier zit. Op niveau Artevelde. het is toch allemaal wat hoger. Ja. Je was even bang dat ik hem vergeten was. Ik ga straks een mailtje moeten sturen. Ja. Kunnen ze dat lezen? En we gaan naar de laatste fotoronde en die is voor Guga. Anderlecht. Ja. Schaarbeek. Ja. Ukkel. Ja. Wat is er weer? Elsene. Ja. Etterbeek. Zeer goed. Ah. Wat is dat? De Koster. Wat is Gilles? Sint-Gilles. Ja. Molenbeek. Ja. Nee, ze zetten weer pas. Sint-Joost de Node. Zeer goed. Laken? Nee, Piet Laken. Filip. Kom je Filip? Stop. Je stopt, maar je hebt sowieso 8 van de 10 gevonden. Wat sowieso een fantastische prestatie is, want het ging heel snel. Ja. En wie mag als eerste aanvullen? Charlotte. Mijn naam vergeten. Koekelberg. Koekelberg, inderdaad. Blijft nog één over, Jacot. Pas. Ja. Brusselse gemeente, letterlijk. Anderlecht, okay. Zag je dan Schaar en een Beek, Schaarbeek. Dan een Pukkel, min P is Ukkel. Elsene, Elze Schepper en E. En dan Etterbeek, Saint-Gilles of Sint-Gilles, Saint-Gilles de Koster en een Oriel. Molenbeek. Koekelberg, James Cook, een L is de lengtemaat en dan een Bergen. Ah, okay. Ja, maar dat is niet eenvoudig. Sint-Joost de Oude, Joost de man die hier nog de gast was. en onderaan een man die duidelijk in nood verkeert. En dan, ja, Vorst. Ah, natuurlijk. Vorst. Ja, Vorst. Einde van deze ronde. Maar kijk, Charles staat nu op 162. Jacot op 326 en aan de leiding met 365 seconden. Guga Baoul, tot zo meteen. Slechts één ding is zeker, na deze ronde kennen we de winnaar. Die wordt voor minstens één dag de slimste Koekelberg ter wereld. Charlotte, hier komt het eerste fragment. Okay, so I'm gonna flip it back to you. Okay. Because I am very interested in your process, right? Okay. Because, I'm trying to, maybe my memory deceives me, but I want to say we were on set and I kept forgetting that you were English because you spoke in your American accent the whole time. Yeah. And I was like, oh shit, he is. I'm Sugar. Oh, snap. He is from, oh, dang. Okay. Darn. Darn it. Oh, fudge. Fudge sickles, you know? Prove it.
Prove what? That you're Peter Parker. I don't carry an ID with me, you know. It kind of defeats the whole anonymous superhero thing. Why'd you do that? I was trying to see if you have the tingle thing. I have the tingle thing, just not for bread. Can you not throw the bread again? Wat willen we hierover weten, Charlotte? Zendaya, ja. Spider-Man, ja. Marvel. Ja. En de naam van die twee acteurs weet ik niet. Oscar. Nee, nee, maar dat kon. Ja. Stop. Jacot. Garfield. Ja, Garfield. To the Spider-Verse. Iets met nee. Spider-Verse. Pas. Goed, ja. Stop. Nee, No Way Home. No Way Home. En het was Andrew Garfield die toen Spider-Man speelde. Dit is een nieuwe stand. Charlotte 205, Jacob 362 en Guga 365. Er komen nog twee fragmenten. Zijn er 300 seconden te verdienen. Jacob, dit is het volgende fragment. Feestelijke oesters. We gaan oesters als amuse nemen. Maar eigenlijk toch een beetje opwerken. Een beetje misschien Asian vibes gaan of zo. Met een oester is belangrijk dat je... een combinatie maakt die de oester respecteert. Ja. Op je drop staat. Ja. Maar hou er rekening mee dat die gasten die aan tafel zitten, die zijn kritisch, hè. Dat level ligt super hoog. Die reizen de wereld rond, die eten in de allerbeste restaurants. Dus geef het beste wat je hebt. Ja, chef. Hé, hey, mijn schat. Love you. We zijn net niet verliefd op elkaar. Net niet. Een klein beetje. Maar wel gezond, gezond. Wat willen we weten, Jacot? Masterchef, of ja, de fuck, hoe heet dat? Ja, Wim Willaert, Nick Brill, ja. Staat er in de Jane. Ja. Ik ben echt een andere zijn naam kwijt, nee. Wat is het? Oh, Masterchef nog iets, hè? Ja. Wie wordt Masterchef? Nee. Nee. Fuck, pas. Je past, en dat gebeurt voor 40 en 50 seconden naar Charlotte. Celebrity Masterchef? Ja, klopt. Faisal? Ik weet zijn achternaam niet. DJ, Wim Willaert, Nick Brill, stop. Nee, Guga. Hakim Shattar. Hakim Shattar, ja. Faisal Shattar is zijn broer. Dat is zijn broer, maar ze lijken wel wat op elkaar. En het was inderdaad Celebrity Masterchef Vlaanderen. We gaan kijken naar de stand. Eén fragment voor het einde. Charlotte 238, Jacob 399 en Guga 415. Maar er komt nog een fragment. Ze heeft absoluut en met veel overtuiging beslist om zelf te kiezen wanneer ze zou gaan. Every now and then I think about my life. I see it around me and smile. Het ging echt al niet goed meer op het einde, maar ze heeft ervoor gekozen om het niet nog erger te laten worden en nog bewust te kunnen zijn en bewust alles te kunnen meemaken tot op het allereinde. I dream about everything I'm not. Wat weet je hierover, Guga? Koen Krukke, Bart Verbeek of Showbiz Bart. Ja. De euthanasie van Bea van der Maat. Ja. Won Ton Ton en I Lie and I Cheat. Indrukwekkend. Ja. Bea van der Maat, prachtige dame die helaas niet meer onder ons is. En dit is de eindstand. Charlotte 238, Jacob 399. En de slimste mens ter wereld, eens te meer, nu met 558 seconden, Guga Baul. Zeer hoge score, Guga. En wat meer is jou tegen twee zeer goede kandidaten. Absoluut, het was heel spannend. Ja. Wat verwacht je? Jij komt maandag terug, dat is sowieso zeker. En Jacot of Charlotte zullen er ook nog bij zijn. Wat denk je? Van, sowieso iemand die eindigt op Otte. Jack of Char, een van de twee. Ja. Wat zegt de jury? Wie zal het halen? Een zeer goede kandidaat. En ik vroeg me af, Guga, want jouw geliefde heeft volgens mij het puntenrecord. Ja, maar ik zit er nog ver af, hè. Maar ik heb het idee dat je dat wil verbeteren, stiekem, hè? Jij wil problemen thuis, hè? Nee, want ze was zo lief om te zeggen dat als er iemand het mag verbreken, dat ik het mag zeggen. Oh. En ze meent dat ook. Ja. En ik wil me ook nog even aan het einde van deze uitzending
voor wat ons betreft excuseren naar jou en naar de Artevelde. Dank je, Janja. Hogeschool. Ja. Dat hoorde ik ook net, dat het een hoge school is. Ja. Maar ik bied hierbij aan dat ik een keer een gastles kom om het goed te maken. Dank je wel. Ja. Ja. En over wat ga je lesgeven? Geen idee, ik denk dat ik alles kan doen daar. Ja. Ja, maar ik kom dat ik niet doe. Bart, wat denk jij? Ik heb daar niet zo gek veel aan toe te voegen, maar het was heel spannend hoor. Ik vond het een heel hoog niveau. Ja, kut. Misschien wel heel qua quizniveau de strafste aflevering van dit seizoen, denk ik te mogen zeggen. Denk ik ook. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, Jacot tegen Charlotte. Ja. Ik ben ook benieuwd. We gaan meteen naar de finale. Je moet de tijd van de ander op nul krijgen. Dat doe je door een goed antwoord te geven. Want per goed antwoord gaan we 20 seconden af bij de tegenstander. En vraag telkens eerst een kandidaat met minste seconden. Roept die stopt de beurt aan de volgende. En we zoeken altijd 5 antwoorden. Charlotte 238, Jacot 399. Charlotte, dit is de eerste vraag. Wat zijn de 5 meest voorkomende redenen waarom een auto wordt afgekeurd bij de autokeuring? Slecht afgestelde lichten, versleten banden. Carrosserie, roest. Wacht, daar roest. Lichte ruitenwissers. Ja, ruitenwissers. Uw as. Nee. Wat moet je nog allemaal doen? Uw spiegels. Nee. Dat zijn uw spiegels. Uw raamvloeistof, olievloeistof, ruitenwisselvloeistof. Nee. Uw lichten afgesteld. Stop. Nee, Jacot. De remmen. Ja. De schakeling. Uw vloeistoffen. Stop. Nee, uitstoot. 178 voor Charlotte, 334 voor Jacot. Charlotte, meestal ben ik genereus, maar nu krijg je enkel een familienaam. Wat weet je over de vrouw met de naam The Generous? Ellen, ja. Heeft ook een tv-programma dat Ellen heet. Er is wel een schandaal ontstaan omdat ze blijkbaar haar werknemers zou... Ja, dat zoeken we niet. Oké, Ellen, getrouwd met een vrouw, heet die vrouw? Dat zoeken we ook niet. Ellen, een actrice, comedienne, Amerikaans. Ja, Amerikaans. Fox, HBO, Ellen, The Ellen Show. Ellen? The Show. The Ellen Show. Ellen The Show. Show The Ellen. Ellen. Allee? The Ellen Show. Ja. The Show of Ellen. Bas. Jacot. The Ellen DeGeneres Show. Ja, maar dat is ook goed. Nee. Ja, ze is lesbisch. Ze heeft kort blond haar. Talkshow. Talkshow, dat is ook goed. Ja, talkshow. En ze heeft inderdaad om de reden die jij vermeldt een beetje een slechte reputatie gekregen. Maar dat zochten we niet. Charlotte 117, Jacot 248. Je komt langzaam dichterbij, Charlotte. Wat zijn in het Nederlands de eerste landen die beginnen met de letter C als je ze alfabetisch rangschikt? De Centraal-Afrikaanse Republiek krijg je cadeau. Dus Congo, Cambodja, Canada. Cambodja, Canada. Centraal, Congo, had ik al gezegd. Nee, Congo is net. Canada, Colombia. Ja. Wacht hè. Stop. Ja, het beurt aan Jacot. China, ja. Chili. Ja, inderdaad. Ja. Je bleef heel lang zoeken, Charlotte. Dat was heel moedig. Maar daardoor verloor je natuurlijk ook wel wat tijd. En Jacot is ook een heel sterke speelster. Het is een clash van de titanen vandaag. Charlotte, wat kun je me vertellen over Achilles? De pees van Achilles, Griekse mythologie. Griekse mythologie. Oh, nee, pas. Jacot heeft dan 2 antwoorden genoeg. De Achilles hiel. Ja. Is dat in Troje, de Ilias, Homeros? Homeros, ja. Trojaanse oorlog. Dat
Dat willen we ook nog zien en horen. Charlotte, het was een fantastische rit die je gedaan hebt. 7 afleveringen. Amai. Geweldig, ja. Maar nu moet je naar huis tijdelijk. Ik ben super trots. Mag, ja. Terecht, terecht. En ik wou ook, ik weet niet of dat kan, maar ik wou ook de crew bedanken. Want er zijn heel veel mensen backstage bezig. En ik wil iedereen eigenlijk het volledige team bedanken. Het was superleuk. Oké, dat is goed. Ja. En ik wil jou bedanken en jouw stylisten uiteraard, die hele dag mooie dingen klaar. Ja. En ja, je komt terug en daar ben ik heel blij. We gaan eens kijken naar de rangschikking tot nu toe. Jij eindigt tweede. Alex Haak nu nog boven jou, 8 keer gespeeld. Jij 7 keer gespeeld en 4 keer gewonnen. Dan Robin Plomp, 7 keer gespeeld, 2 keer gewonnen. En Jeroen Leenders, ook 7 keer gespeeld, 1 keer gewonnen. Dan Fien Germijns, Marien van Herbergen, Guga Baou komt al in de top 8. En zeker van een finale plaats, denk ik. En dan Elisabeth Lucie Baten, die op 8 staat. Dat wordt nog spannend, want met Jacot is er een zeer goede speler bijgekomen. Ik moet afscheid nemen. Heel veel dank. Ik zie je nog terug. Ja. Ik ga naar huis sturen nu met een geweldig applaus. Charlotte Adigéry. En Jacot, proficiat. Ik dacht dat je gedaan was. Ja, ik heb het ook sterk. Je hebt dat goed gedaan.